Waarom doe je dit soort dingen toch? Deze mensen hebben recht op een stukje van de waarheid. Ik was 34. Ik was katholiek. Ik zou me alleen maar met economische zaken bezighouden, meneer Lubbers. Werd u gewantrouwd? Oh, ja, zeker. Stuur die vliegtuig terug! Dat doe ik niet! Jo, die man die kan een internationale ramp veroorzaken. U was pas 2 maanden minister toen u al heel Nederland beduvelde. Jij moet je nu bewijzen, jongeman. Gewetenloos. Nieuw Land van Lubbers. Vanaf woensdag op NPO 2.